Het is deze week heerlijk weer. De meeste mensen halen dan hun zomerkleding weer uit de kast. Walter Fauscher van Onder de Indruk vindt dat er, ondanks het warme weer, toch een aantal stijlregels zijn op kantoor. Fauscher legt uit wat de do's en de don'ts zijn. Bij Nederlanders doe maar gewoon, doe je gek genoeg en het moet vooral functioneel zijn. Dus wat ik al vaak zie in de kantoortuinen is korte broeken. Nou, daar ben ik geen voorstander van. Ik vind dat je een lange broek moet dragen op het werk. Ook al is daar niet over gesproken of wel over gesproken. En de teenslippers komen uit de kast. Hè. De Birkenstocks en de Havaianas niet doen. Gewoon dichte schoenen. En de stijlregel is dat altijd je tenen bedekt zijn. Nou, dus specifiek voor de mannen. Vrouwen mogen best een rok dragen. Zakelijk dragen dan vaak wel een panty, ondanks het warme weer. Maar je kunt daar van mening over verschillen. Maar dat zijn de regels. De regels hoef je niet te volgen. Maar dan doe je het altijd goed. Maar het gaat er bovenal om dat je je prettig en comfortabel voelt. Maar in Nederland wil het dan wel eens doorslaan dat opeens allerlei rariteiten worden uitgehaald. Wat niet kan is, ik zeg altijd, de diepe décolleté. Dus te veel inkijk en zomerse blouses die doorschijnen niet doen, want dat is zakelijk niet de juiste outfit. Wat wij vaak doen en wat we vaak in de stad zien, en dat wil zeker boven de 25 graden is het bijna een stijlregel, dan komen de Havaianas voorbij. Ik vind dat een stranddracht en dat doe je op het strand of in ieder geval in de vrije tijd, dat doen we niet in de stad. Dus in de stad dragen we stadskleding. Ik vind het vervelend als ik op straat iemand tegenkom die een donker zonnebril op heeft of zo'n spiegelbril. Dan zie ik jouw ogen niet. Dus doe hem dan even af en stel hem daarna weer op. Hè. Zeker voor het contact is het gewoon prettiger om dat niet te doen. Nou, wat je natuurlijk bij 25 graden en hoger ziet, dat mensen overdadig gaan transpireren. Zweten, met een mooi woord. En dan krijg je de okselbewatering. Let daar gewoon op, hè, als je op het werk komt, dat je een reservebloes meeneemt. In ieder geval, en je ziet het vaak zelf niet, maar anderen zien het namelijk wel. En niks is meer gênanter dan dat je niet in de gaten hebt en dat mensen daar op gaan letten. Houd het simpel. Ga geen overdadige bloemen of allerlei vliegtuigen op broeken dragen. Houd het gewoon clean. Dus effe kleuren, mag best wel een streepje in zitten. Denk aan je lengte. Dus kort is te kort, maar dat betekent dat je wel een rok bijvoorbeeld net boven de knie mag dragen, maar niet te veel inkijk.